Henk Bleker moet beter zijn best doen om de grote sterren te beschermen. De staatssecretaris van Natuur vindt 4000 broedparen in de Westerschelde en Saaftingen genoeg, maar de vogelbescherming tekende daartegen beroep aan, omdat het deltagebied veel meer grote sterren zou kunnen herbergen. De Raad van State geeft vogelbescherming daarin gelijk. Bleker krijgt een half jaar de tijd om met een nieuw besluit te komen. Het voormalige dierenasiel in Middelburg staat al ruim een half jaar te wachten om gesloopt te worden. Maar sinds vrijdag is het pand door 3 studenten gekraakt. Volgens kraker Aram de Kort is het niet te doen om een betaalbare woning te vinden in Middelburg. Ik ben een student, ik heb 40 uur stage. Ik kan daarnaast niet werken. En daardoor zie ik mijzelf niet iets anders doen als kraken. Maar de studenten kraken naar eigen zeggen niet alleen uit eigen belang. Wij vinden het ook gewoon niet oké dat de gemeente een pand leeg laat staan tot ze het gaan slopen, terwijl er gewoon mensen zijn die echt huisvesting nodig hebben. De gemeente heeft al laten weten dat de krakers uiterlijk 10 januari weg moeten zijn. Of ze dat gaan doen, moeten ze nog beslissen. Patricia's oliebollen in Goes kwam vandaag niet best uit de jaarlijkse oliebollentest van het Algemeen Dagblad. Ze scoorden een 3. Volgens het AD waren de bollen vet en smakeloos. Dat ze een cijfer geven, dat vind ik correct natuurlijk. Iedereen mag een cijfer geven. Maar wie wordt oordeeld of een oliebol goed of slecht is? Ik denk toch de consument zelf. Ik vind hem lekker hoor. Lekker krokant. En wil je een eerlijke mening? Ja, natuurlijk. Wel krokant, maar heel vet. Nou, ik vind hem wel lekker, maar smaken verschillen. Hij is wel lekker. Echt lekker. Hij is veel te vet. En hij is, dat vet is niet lekker.